Stel je volgende situatie voor. Je staat op een druk marktplein, in een woelige massa. In het midden van dat marktplein staat een podium met daarop drie mannen. Die mannen zijn ter dood veroordeeld, omdat ze seks met elkaar hadden. En via een officieel onderzoek weet jij en het hele marktplein rondom je wie het met wie deed, waar, wanneer, hoe vaak, zelfs wie top en wie bottom was. Het mentale plaatje in je hoofd lijkt nu misschien op een journaalfragment over gruwelijke gebeurtenissen ver van huis, maar dat is fout. Je bent op een plaats vlakbij. Je bent in Brugge, in het jaar 1578. En de gruwelijke executie die je zo net zag, is er allesbehalve uitzonderlijk. Nergens in West-Europa werd homoseksualiteit zo vaak vervolgd als in laat-middeleeuws Brugge. Nochtans was homoseksualiteit overal in Europa een absolute doodzonde. Waarom was het vervolgingsbeleid in Brugge dan net zoveel strenger dan elders? Die vraag heb ik in mijn onderzoek proberen uitvogelen. En het antwoord is ook voor ons vandaag relevant. In België zijn we namelijk trots op het tolerante klimaat tegenover LGBT'ers, maar we zijn vergeten dat hun geschiedenis eerder donkerroze kleurde. Mijn onderzoek heeft die vergeten verhalen vanuit stoffige archieven terug tot leven gewekt. En daaruit kan onze samenleving lessen trekken. De geschiedenis van homoseksualiteit is namelijk geen verhaal van geleidelijke vooruitgang. Vervolging verliep in pieken en dalen. En inzicht krijgen in die golfbeweging uit het verleden kan ons helpen om de factoren te verklaren die vandaag intolerantie in de hand werken.